Ik ben er klaar voor. Ja. Ik ben opgemaakt, zoals jullie wellicht kunnen zien. He, helemaal in het paars, als de goede, lieve heks. Ja. Nou, daar staat familie van me, zoals jullie wel kunnen zien. Je kan praten, okay. Hoor. Ik zie er ook leuk uit, hoor. Ik ben een vlogster, dus... Vlogster? Ja. Dus je komt op YouTube. Prachtig. Ja, hallo lieve vrienden, hier zijn we weer. Ja, mijn stem wordt steeds beter. En nog eens een keertje beter, maar het hoesten wil nog steeds niet. Nee. Afgelopen nacht, nou ik zal jullie vertellen. Oh ja, trouwens eerst welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is vandaag 31 oktober, dus ik moet me straks verkleden als heks. Ja, daarom ik zit lekker in mijn pyjama, maar dat heeft meerdere bewegingsredenen, omdat ik... Ik sliep vannacht al. Gaat mijn telefoon af. Wat is app? Word ik wakker? Ik denk, nee, kan ik net zo goed kijken. Nou, was de vriendin van me, die ook jarig was gisteren. Ik had haar gefeliciteerd, maar op tijd. Niet s'nachts. Nee, gisteravond. En bedankte ze mij. Maar zij wist niet dat ik mijn telefoon altijd mee heb naar boven. Ja, ik heb hem altijd bij me. Altijd, dus s'nachts niet bellen, niet appen. Mits het spoed is of wat dan ook. He, maar ze bedankte me daarvoor. Ik zei, nou, ik zeg, bedankt jij. Hoezo, zegt ze, ik zie je, maak me wakker. Oh, sorry, was niet de bedoeling. Maar ja, dan ben je wakker en je kan niet meer in slaap komen. Dus je zit een tijdje te praten in de hoop dat je toch moe wordt. Nou... Ik heb het 6:30 zien worden, ik heb het 8:00 zien worden. Ik denk, jeetje, wat is dit? Ik moet slaap hebben. Dus ik naar beneden. Een broodje gemaakt. Mee naar boven genomen. Opgegeten. Voor de dier had ik ook even wat lekkers mee. Kandel was er niet, die was buiten. Die moet het toch hebben. Die heb ik naar buiten gedaan, want die woont naar buiten toe. Dus ja, klaar ermee. Ben ik weer naar boven gegaan. Heb ik nog even... tijdens mijn broodje een spelletje gedaan en toen ben ik gaan leggen. Nog een aantal keer roesbuien gehad. En ja, toen ben ik eindelijk in slaap gevallen. En daardoor ben ik dus weer heel erg laat in bed. Maar ja, dat maakt niet uit. En ik denk, ik claim ook nog niet aan, want ik moet me zo meteen toch zodanig klaarmaken als heks zijnde. Dus als ik me aankleed, ik blijf aan de gang, weet je. Nou, ik denk, bekijk het maar, doe ik niet. Nee. Dus ik denk, in mijn pyjama naar beneden. Eerst vrouwde naar buiten. Maar ik moest zelf ook zo nodig. Dus ik heb hem op een gegeven moment weer naar binnen geroepen. Ik ook naar de wc. En dan kom ik net weer vanaf. Maar in die tussentijd heeft meneer wel zijn staart weer vernield terwijl hij de kap om heeft. Dat, oeh, zou hem af en toe. Hé? Ja. En nou ja, we zullen nou weer eventjes gaan eten. Want ik moet toch sowieso bij tijd eten vanwege dat ik wegga. Vanavond. Het begint om 6:00, dus ja, dan wil je erbij wezen, toch? Ja. Doen we lichtjes aan thuis. Ja hoor, hé. Het is ook niet in het donker, hè? Nee, moet ook niet. Nee, hè, meisje. Och, godje. Lekker het kroelen, hè? Ja. Maar in ieder geval, en ik moet nog een pakketje wegbrengen naar de eerste, de beste pakket waar ik dat ik hem inleveren. Nou ja, dat is bij ons een boekenwinkel. Nou ja, en bijna iedereen weet wel hoe die boekenwinkel heet. Dus vul dat zelf maar in. En het is een heel mooi pakketje. Ja. En dus, maar ja, of het voor 5 lukt, dat weet ik ook niet. Ik ga me er niet voor haasten. Nou, dan krijg je het morgen niet, maar dan krijg je het zaterdag binnen. Ja hoor. Dus ik ga me er niet voor haasten. Hé? Nee, meisje, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet vandaag vooral onderweg. Deze mobiel gaat ook mee. Mijn eigen mobiel, ja, ze zijn allebei van mij, maar dit is mijn oude. Ze gaan gewoon mee, .nl. En de GoPro 1 gaat mee.
Want de koperen tweede weet ik nog steeds niet uit hoe dat werkt. Nee, nog steeds eens even bekijken, maar dan moet je ook het voor hebben. En nee, ik momenteel niet. Nee, ik moet me hier al de voorraad toe zetten, want ik wil en ik zal en ik moet die hekse ding. Ja, ik wil dat gewoon. Ja, vind ik leuk. Ik koop dat niet voor niks. Toch? Nee. Nou, ik zou zeggen, geniet van alles. En ook vanmiddag, als we weggaan. Dus en, als we dan weer thuis zijn, dan meld ik me hier ook wel weer. Dus ja, nou ja, nee, ik meld me straks ook wel wanneer ik helemaal op en top heks ben. Dan meld ik me ook nog weer even en dan komt het allemaal wel weer goed. Ik zeg het tot dan. Ja, lieve vrienden, het is alweer aardig wat donker, maar ik ben er klaar voor. Ja. Ik ben opgemaakt, zoals jullie wellicht kunnen zien. He, helemaal in het paars, als de goede, lieve heks. Ja, met mijn mooie jurk aan. En, maar het is zo bitter koud dat ik kan niet zonder jas of wat dan ook. Nee, dat moet ik echt wel aan hebben. Kan er ook niks aan doen. Nee, helemaal niks. Maar in ieder geval, ik neem niet deze mobiel mee, maar gewoon mijn goede mobiel. Want hier is heel weinig ruimte op, wordt er gezegd. Nou ja, daar kan ik er ook niks aan doen. Dan gaat gewoon mijn andere mee als camera. Ja toch? Ja. Dus, komt allemaal wel goed. Ja, ik hou deze goed even goed erbij, denk ik. Ja, als die vol is, dan is die vol. Want ik kan gewoon aan mijn andere beginnen. Ja toch? Ja. Nou, lieve vriend, ik zou zeggen, geniet zo meteen. Ik doe nog even nog een bakje koffie en daarna gaan we de hart op. Ja, ik weet niet hoe laat het is. Het is 5:00. Nou, mooi. Mooi tijd, op 6:00 begint het, dus ik kan nog mooi een bakje koffie doen. En dan zien we het wel. Vrouw, er moet een muilkorf om. Want ja, ik doe mijn neus niet op, omdat ik nog steeds ziek ben eigenlijk. Verkouden, mijn neus doet zeer. Ik heb wel die vingers, maar ik heb dat geprobeerd van de week. Ik kan niet gas geven. Dus ik heb mijn eigen nagels al zwart gemaakt. Dus is toch ook goed, ja. En ik ben lief en niet... Nee, ik ben lief. Ja, ik ga ook mijn stem niet veranderen nu. Mijn tasje... Oh ja, ik moet mijn oorbellen nog in. Ja, ik heb nog mooie oorbellen, ja. Oh. Daar waren ze al. Ja, lieve vrienden, mijn andere mobiel die had toch de geest gegeven. Ik liet mijn oorbellen al zien, die ik er nog eigenlijk in moet doen. Dat zijn dus vleermuisjes. En Jan van Dam die zei van muisjes, nee, vleermuisjes. Die doe ik er nog zo meteen even in, maar ik zit met mijn neus. Dus ik ga dat allemaal eerst doen en dan kom ik wel weer naartoe. Met mijn nieuwe camera waar ik ook licht op heb. Ja, de oude niet. Dus ook weer een vooruitgang. Ja toch? Nou, ik zou zeggen, tot zometeen. Nou, dan ben ik weer even terug met de oorbellen erin. Dus ja, ik ben er klaar voor, mensen. Ja, en dan begint de stem ook weer. O jee. Nou ja, ik hoef er niks aan te doen. Nee toch? Nee. Ik ben er helemaal klaar voor, lieve vrienden. Ik ga dus nou nog een bakje koffie doen. Ja, mijn stem. Het is weer avond, hè? Weet je het alweer. Maar maakt niet uit. We gaan er gewoon voor. Ik doe het voor de kids, tasje mee, met de lollies, past helemaal bij elkaar, paars, mierig met paars, ja, past er helemaal leuk, gezellig erbij. De andere kant is gewoon zwart, dus ik moet zorgen dat hij zo naar de kindertjes toe komt. Nou, dan zitten gewoon van die leuke lollies in, met een doodskopje erop. Nou, zijn ze op, er zijn er maar 10, zitten er 20 in. De winkel is vlakbij, die heeft meer. Ja toch? Ik moet het pakket nog wegbrengen. Ik moet nog even wat geld halen, want ik zal zelf ook even wel wat willen kopen. Ik hoop eigenlijk weer het is gekunst natuurlijk, een ratje te kunnen kopen. Die wil ik dan aan de voorkant van mijn mandje vastmaken, zodat die er niet meer afvalt. Want dat vind ik zonde. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen tot straks, lieve vrienden, en geniet van alles. De koper gaat ook mee. En op leuke plekken, dan pak ik deze erbij. Ik zeg tot dan. Doei!
Nou, daar staat familie van me, zoals jullie wel kunnen zien. Je kan praten, okay. Hoor. Ik zie er ook leuk uit, hoor. Ik ben een vlogster, dus... Oh, een vlogster? Ja. Dus je komt op YouTube. Prachtig. Nee, ik ken hem toch niet. Dankjewel. En dan krijg je de je. Allemaal familie van me. Alsjeblieft. Dankjewel. Het is mijn YouTube-kanaal. Oké, okay. Ik ga tas doen. Nou, we gaan weer verder. Succes. Dank je. Ja hoor, ik weet het.
we zijn weer thuis en het was bar en bar koud. Ja, ik heb er last van mijn handen van. Ik ben moe. Ik ga maar weer van alles en nog wat omdoen. Ja, want ik hoef dit niet op te houden natuurlijk. Hè. Ik moet wel even zoeken waar ik het allemaal heb. Zo. En dan had ik er van achter ook nog ergens twee zitten. Even zien. Dat is er één. En dan moet ik er nog ergens één hebben. Somewhere. Dan kun je het wel eraf trekken, maar dan doe je jezelf zeer, hè? Nou, ik kan het niet vinden, al is het nog zo. Mijn vrouw is natuurlijk weer hartstikke blij dat ik thuis kwam. Die jankt nog een beetje na. Ja, man. Ik kan het niet vinden. Nou, dat is zomaar. Zo, ja, en dan vind ik hem wel. Zo, nou. Dan kan die weer opgeruimd worden. Voilà, hup. Zo. Kan die weer naar boven toe. Hup. Nou, kijk me gelijk fatsoeneren. En dat voor de camera. Ja, nou ja, het boeit toch niet. Kijk, en dan ging ik tenminste van de week mijn haar even fatsoenlijk weer doen. Ik denk, ja, ik kan wel wassen en weer kleuren, maar dat helpt me niet. Ik heb toch die pruik op, dus ja, wat boeit het? Zo, nou. Het zal. Ik ben weer, ja, wie ik ben. Punt. Een heks, maar dan een goede heks. En ik had plezier. Ik kon niet overal vloggen, want... Ik geloof maar één keer even gevlogd, want er waren te veel kindertjes. Nou ja, dat wil je niet, die mogen er niet op. Nee, kan nou helemaal niet. Je moet toestemming van de ouders vragen. Er was wel één echtpaar, tenminste echtpaar. Dat was vader en het waren wel ouders van de kinderen. Maar ze waren nog niet getrouwd. Hij sprak nog over mijn vriendin. Maar hij was als een keurige nette gentleman. Een pakken kostuum had hij aan en dan opgemaakt als een, ja, weet ik veel, Dracula, weet ik veel wat ik voor moest stellen. Zijn vrouw was opgemaakt, helemaal netjes. Die kindertjes, die kleintjes die in dat wandelwagentje, die buggy zaten, helemaal leuk opgemaakt. Ik zie, dat moet ik jullie op YouTube zetten. Ik zie, dat is mooi, man. En ik heb hem met kaarsje van mij gegeven. Nou, hartstikke leuk. Ja, het was fijn, het was gezellig. Met iedereen, ja. En ik heb in mijn jas heb ik wat zitten. Ik zal het even pakken, even geduld. Ja, meisje. Hé, hey, ja, meisje. Benenbussen hebben. Die hebben. Ja, ja. Zo, ik kan mij namelijk gaan aanmelden. Voor andere jaar. Ja, ik kan mij aanmelden bij ouderwets en 2 geloof ik. Nou ja, in ieder geval www.ouderwets.nl. Oh, ja. Nee, niet op Mierik. Dan krijg ik ook een stempel met een stempelkussen. En dan kunnen de kinderen ook bij mij... een stempel halen. Dan moeten daar stempels op komen. En als die vol is, dan krijgen die kinderen op een speciaal punt. Dan moeten ze hun naam invullen, leeftijd, e-mail en of telefoonnummer van de ouders natuurlijk. Want het kind heeft dat natuurlijk nog niet. Daar zijn ze nog te klein voor. En dan krijgen ze een cadeautje, weet ik veel wat. En ik vind het leuk. Ben ik ook voor hun een echte heks. Ik zeg, ja, maar ik ben nou ook een echte heks. Ik zeg, ja hoor. Ik zeg, want ik heb ook een pentagram om. Ik zeg, dus ja, ik ben een echte heks. Dus daar ga ik van de week ook achteraan. Tenminste, misschien andere week. Het is nou net vandaag de laatste dag. Ik morgen de troep weer opruimen als ik daar genoeg fut voor heb. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Oh. Ja, doet het nog. Ik dacht al, doet het niet meer, maar ik moet daar kijken.
Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie avond. En of ik morgen vlog, weet ik niet. Het ligt er ook aan hoe ik ben. Ik ben nou back af. Ik ben echt moe. Last van mijn stem, terwijl ik niet eens hiervoor gepraat heb. Niks. Nee, absoluut niet. Maar ik ga nog even een bakje koffie doen en een broodje doen met wat soep. Want ik heb snacks van gisteren nog. Diertjes even eten geven, want hier zit er ook eentje. Die wil ook, hè? Hé. Hey. Jij? Jij wil ook eten, hè? Ja, zeg maar. Hé? Hey. En die daar ligt, die wil ook. En die legt met de piepen. En dan hebben we hier een kanje. Hé, hey, kan dat? Of niet dan? Ja, hè? Hey. Ja, hey, man. Oh, wat die dikkie. Oh, zo lekker, hè? Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles. En misschien tot morgen. We zien wel. We gaan ook gevoel. Wat ik helemaal beter was. Ja, want het gaat je toch in je zitten. Nou, ik zou zeggen, tot later, lieve vrienden. Doei, doei.